Deze podcast wordt je aangeboden door NoordVPN. Jouw toegang tot een veilig en anoniem internet. Hartelijk welkom bij de ID podcast. Hierin bespreken Joris Petersen, Mark Gamble en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Hartelijk welkom bij podcast nummer 32 van Computer ID. Het is een tikje andere setting deze keer. Joris en ik uh, zijn er alleen met z'n tweetjes. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. En het is ook nog een andere soort podcast, want het is de laatste. Nou ja, onder de noemer Computer ID. Want, uh, nou ja, zoals veel uh, luisteraars misschien al wel hebben meegekregen, is de website van Computer ID inmiddels overgegaan in id.nl. Uh, daarover later in deze podcast meer. Uh, maar dat betekent ook dat de podcast uh, een andere naam gaat krijgen. Dus uh, uh, dat is trouwens niet, uh, dat zal ik straks ook nog wel even zeggen, maar dat is niet volgende week, maar dat is 22 september. Hoe we dat precies gaan doen, met waar uh, je hem kan vinden, dat uh, gaan we je allemaal nog vertellen. Daarover dus uh, straks meer. Maar we beginnen nu met uh, nieuws, want er was een heleboel te vertellen van de IVA ja. in Berlijn. Ja, we beginnen gewoon zoals vertrouwd. Hè. Um, de, ik kom dus net terug van de, van de IFA-beurs. Dat is een uh, enorme consumenten-elektronica-beurs in Berlijn. En daar krijg je een beetje een voorproefje van wat, uh, wat fabrikanten zowel in petto hebben voor de komende tijd. Welke trends uh, zien zij? Wat voor nieuwe producten komen eruit? Dat, is, dat vindt ieder jaar plaats in, uh, in Berlijn in september. En dat is groot, hè? Ja, het is enorm groot. En het, uh, het is twee jaar niet doorgegaan vanwege corona. En grappig genoeg is corona ook nog enorm van invloed geweest op de editie van dit jaar. Dus in het openbaar vervoer moest je bijvoorbeeld nog een mondkapje op. Dat was, uh, dat was sowieso weer even wennen. En op de beursvloer? Op de beursvloer had het ook veel, veel invloed. Want uh, normaal gesproken zijn er heel veel Chinese partijen die daar ook aanwezig zijn. Heel veel resellers die uh, juist proberen uh, uh, opkopers te vinden voor schermen, hoesjes, dat soort dingen. Ja. En ook, uh, ook gewoon Chinese techbedrijven zonder Europese afvaardiging. En die waren dit jaar allemaal niet. En dat komt vanwege de uh, zware isolatiemaatregelen die in China. Uh, nog steeds van kracht zijn. Ja, precies. Dus als, uh, als die mensen hun land uitgaan, dan komen ze hun eigen land nog wel in, maar mogen ze daarna een paar weken in isolatie? En, uh... Oeh, dat, dan zou ik ook wel drie keer nadenken. Precies, dus dat, uh, dat, dat zorgde ook voor, uh, voor lege beursvloeren, maar ook grotere uh, fabrikanten waren afwezig. Dus bijvoorbeeld Sony was er niet, maar andere fabrikanten die eigenlijk weinig last hadden van, uh, van corona, die waren er weer wel. En die waren er meer dan ooit vertegenwoordigd. Dus bijvoorbeeld uh, witgoedfabrikanten. In oh, grote getalen, ja. beurshallen vol. Uh, monitoren en tv's, die deden eigenlijk ook helemaal niet zo slecht. Dus die waren ook nog, nog veel te vinden. Dus vooral op, op dat punt zag je veel nieuwe aankondigingen, veel nieuwe producten. En ja, voor ons zijn natuurlijk de schermen wat interessanter. Dus daar ben ik wat meer uh, rond gaan lopen. En je zag dat er uh, uh, veel gespeeld wordt met, uh, met beeldkwaliteit, met micro-LED-technologie. Dus nog mooiere beeldschermen. Maar ook met uh, de, de curve-monitoren, die zijn ook weer een beetje een... Ja, geen terugkeer aan het maken. Maar die, die worden toch weer uh, ja, uit de kast getrokken om daar toch op een innovatieve manier mee te, te ja, stoeien. En, en do, gebeurt dat ook bij televisies bijvoorbeeld? Of hebben ze daar toch afscheid van genomen? Uh, voor televisies uh, hebben ze daar toch wel afscheid van genomen. Ja, maar vooral voor monitoren lijkt er toch nog wel markt voor. En ja. zo had LG had zelfs een monitor die zichzelf kon curven en weer recht kon, uh, kon zetten. Dus als je wil gamen, dan kon je kon je de curve modus aanzetten. En als je bijvoorbeeld uh, je Excel-sheet in wilde dan kon je gewoon de monitor weer recht zetten. En dat vond ik toch wel een slimme, slimme manier. Ja, ik ben toch heel benieuwd hoe, hoe nuttig dat in de praktijk is. Dit klinkt een beetje als uh, een, een geinigheidje. Het is een ontzettende gimmick, maar toen ik, uh, toen ik erbij stond... had ik wel zoiets van, hé, hey, dat wil ik ook. Dus het, uh, <laughs> het, het, het werkte ja, wel. Hè? Dat is met gimmicks altijd. Hé, hey, ja. hey, dit wil ik. En uh, na drie weken gebruik je het niet meer. Ik heb een televisie met MB light Nou, dat heb ik twee weken gebruikt en uh, het staat nu eigenlijk nooit meer aan. Het functioneert als lamp. Ja, je ja, kan het ook wel een beetje zien als in het verlengde daarvan. Maar ook bijvoorbeeld uh, smart home-producten waren uh, heel groot vertegenwoordigd. Want ja, die producten hebben ook weinig last gehad van corona. En uh, je zag bijvoorbeeld dat, uh, de, uh, dat de producten vooral draaien op Matter tegenwoordig. Dat is, dat is een beetje opkomend uh, protocol. Waardoor uh, ja, veel smart home producten toch steeds beter met elkaar lijken te kunnen kletsen. Gelukkig. Dus je zit wat minder in je, in je hoekje van, uh, van welke aanbieder waarmee samenwerkt. Dus daar lijkt een beetje uh, positieve veranderingen in te komen. Ik denk dat voor de doorbraak van uh, Domotica dat toch wel een essentiële voorwaarde is. Zeker, ja. ja. Op, op meer terreinen nog ontwikkelingen of uh, uh, grappige. Items gezien? Uh, vooral waren het producten die ze lieten zien die eigenlijk al aangekondigd waren en die uh, ja vlak voor corona bijvoorbeeld uh, op beurzen te zien waren. Ja, da daar kwam gewoon wat verkoopvertraging in en die worden nu opnieuw worden ze een beetje aangeboden, soms met een kleine kleine verbetering, soms wel wat meer snelheid. Ja, maar de echt grote nieuwe producten die bleven een beetje uit. Ja, onder invloed van uh, van toch nog lockdowns blijkbaar. Ja, ja, en ja, er is ook een hele hoop onzekerheid uh, op dit moment over uh, energie, uh, energieprijzen, uh, uh, inflatie, dat soort dingen. Dat, dat, dat proeft hij ook een beetje onderliggend op de beursvloer op, uh, bij, bij fabrikanten. Dat ze niet hele grote risico's durven te nemen. Anderzijds zag ik uh, op showstoppers, dat is dan waar wat kleinere uh, fabrikanten even kort de ruimte hebben om hun producten te, aan te, te bieden, te ja. laten zien. Uh, dat daar bijvoorbeeld wat meer uh, zonnepanelen waren, wat meer uh, accu's voor thuis of accu's voor op de camping. Zodat je eigenlijk wat meer je eigen energie kan opwekken en ook opslaan. Dus dat, uh, dat is ook weer een interessante ontwikkeling. Ja, zeker. Ik denk dat we daar ook wel meer van gaan horen de komende tijd. Ja, zeker. In Computer ID 21 uh, een artikel over het oplossen van Bluetooth-problemen. Iedereen die met Bluetooth-apparatuur werkt, uh, die zal het herkennen. Zo'n verbinding is niet altijd even betrouwbaar. Uh, en, nou ja, ik zelf heb bijvoorbeeld een heleboel uh, randapparaten, een toetsenbordje en een, uh, een muis... Nou, dat gaat heel vaak goed en dan opeens dan geeft hij er de brui aan zonder enige aanleiding. Ook waarschijnlijk. Het is gewoon super irritant als je uh, lekker aan het werk bent en opeens je hele focus weg is en je moet uh, concentreren op hoe die muis toch weer eens uh, aan de praat gaat. Het artikel in Computer ID geeft eerst aan wat uh, de mogelijke problemen zijn, de meest voorkomende problemen. En er zaten er voor mij toch wat verrassende tussen. Het blijkt dat het heel gevoelig is voor storingen. Dus allerlei bronnen kunnen storen op de Bluetooth-verbinding. En de belangrijkste oorzaak daarvan is dat het werkt op een bepaalde frequentie 2,45 GHz. En op die 2,4 en een beetje gigahertz, zeg maar, zitten een heleboel uh, mogelijke storingsbronnen. Van de magnetron tot je WiFi en uh, zelfs USB 3. En dat laatste dat uh, deed mij uh, opeens uh, bij mij een belletje rinkelen. Want ik werk met USB, USB 3. En uh, ik ben heel vaak die muis kwijt. Dus dat stoort dus enorm op, uh, op Bluetooth. Dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, wat zijn nou de oplossingen voor dit soort uh, ellende? Een kabeltje voor je muis. Heel nou, goed. inderdaad, je kabel weer. Maar goed, dat is, hè, Bluetooth is nou de zegen waarmee je van die kabels uh, afkomt. Dus dat vind ik nou heel rigoureus. Heel simpel, uit en aanzetten. Maar goed, dat is een hele flauwe, maar die werkt 9 van de 10 keer wel. Zo los ik het altijd op. Maar ik zie ook bijvoorbeeld uh, dingen als: van, Heb je al eens gekeken of er een nieuw stuurprogramma voor je apparaat is? Vaak is dat verouderd of het kan beschadigd zijn. Het kan ook andersom zijn dat er door een Windows-update een nieuw stuurprogramma is geïnstalleerd. En dat dat de boel juist kapot maakt, in dat geval moet je dus eigenlijk terug naar het voorlaatste stuurprogramma. En kan dat het probleem oplossen? Dus dat vond ik interessant. En als laatste wordt er nog geopperd om een Bluetooth Range Extender aan te sluiten. Ik wist niet dat die dingen bestonden, maar daarmee verhoog je de werkafstand van 10, dat is standaard 10 meter, naar 80 meter. Nou denk ik van, nou, in de praktijk is dat toch wel een beetje veel, maar op kleine afstand zal in ieder geval de verbinding verbeteren. Dus als iets op 80 meter werkt dan zal die verbinding zich niet zo la laten storen op één meter. Dus uh, ik denk, nou ja, het zijn wat leuke uh, oplossingen voor haperende problemen met Bluetooth. En zo heeft de rest van de straat last van jouw range extender. Uh, interesseert me helemaal niks, <laughs> als mijn muis het maar doet. Dus zo had ik laatst ook een, een bijzonder probleem met, uh, met een Bluetooth-apparaat. Ik had uh, draadloze oortjes van JBL, die was ik aan het testen. En iedere keer weer uh, stopte opeens mijn muziek met afspelen. En ik werd er helemaal gek van. Ik denk van, nou, dit zijn... zijn uh, verbindingsproblemen die ik nog nooit eerder heb gehad... met, uh, met mijn telefoon of met oortjes die, die ik aan het testen ben. Toen had de buurman een range extender aangeschaft. Nee, nee oh. want het was, uh, het was ook onderweg. Het, uh, het probleem lag niet aan de locatie. Nee, uh, uiteindelijk studieus. heb ik het vast kunnen stellen... en dat is misschien ook een handige tip... voor anderen die ook misschien hier last van hebben. Um, het bleek dus dat de oortjes niet goed tegen mijn oor aanzaten. Dus daardoor dachten... De oortjes van, hé, hey, hij heeft zijn oortje uitgedaan. Ik ga automatisch op pauze. Ik verbreek de verbinding. De zegeningen van slimme spullen. Zeker. He? En dat, uh, dat bleek dus dat die, die sensor die zat gewoon niet helemaal. Uh, tenminste, die sensor zat wel goed. Maar uh, het oortje liet zich niet helemaal goed in je oor plaatsen. waardoor die sensor niet op de huid zat. Uh, ik heb heel lang moeten zoeken naar überhaupt wat het probleem was. Maar toen ik wist wat het probleem was, was de oplossing ook vrij makkelijk. Ik moest gewoon even met mijn oortje een klein slagje draaien in mijn oor. Zo uh, zat de sensor goed op, me, op mijn huid. En zo draaiden mijn oortjes wel gewoon de muziek die de, ik. Uh... Misschien een mooie aanvulling, inderdaad. Uh, controleer vooraf even of de Bluetooth-verbinding het probleem wel is. Voordat Zeker. Ik je begint met het zoeken naar oplossing. Ja. Ja, <laughs> ja nog uh, niet echt uh, veel over te melden. Althans, officieel. Het zijn nog wat geruchten. Maar vandaag begint het uh, Apple-event. En daar wordt wel heel veel nieuws van verwacht. Is er al uh, genoeg uitgelekt om daar wat over te kunnen vertellen? Uh, ja, eigenlijk is er. Uh... Is meestal bekend, zoals ieder jaar. Want uh, er worden vandaag nieuwe iPhones aangekondigd: nieuwe AirPods en nieuwe Apple Watch. Dat op zijn minst. Uh, ja, eigenlijk net zoals de afgelopen jaren: de nieuwe iPhones kennen eigenlijk maar heel weinig veranderingen en heel weinig vernieuwingen. Uh, de grootste vernieuwing is dat er met, gecommuniceerd kan worden met satellieten van Starlink. Oké, okay, misschien even uh, om uit te leggen: dat is dus uh, bellen over de satelliet? Ja, eigenlijk gewoon uh, in verbinding blijven via de satelliet, zodat je niet zonder bereik komt te zitten. Uh, dat zal voor ons niet zo'n heel groot verschil maken, omdat wij eigenlijk in Nederland op de meeste plekken wel, wel goed mobiel bereik hebben en zodoende altijd wel kunnen bellen of, uh, of sms'en. Vooral uh, in, in grote landen, in de VS is natuurlijk speelt dat veel meer. Geen landelijke bereik of nee, landelijke dekking. Daar, daar heb je gewoon hele grote zwarte gaten. En die worden eigenlijk door Apple op deze manier ingevuld... door te communiceren met, uh, met satellieten als een soort achtervanger. En werkt dat dan met een uitschuifantennetje? Of uh, hoe moet ik dat zien? Dat gaan we, gaan we ja, vanavond zien. Ja. Maar het ziet er niet naar uit dat er een uh, uitschuifantennetje... of iets dergelijks komt. Nee, gewoon hetzelfde ontwerp, maar Sch dan wel met nieuwe antennes. Of, of een, scho een schotel. <laughs> een schotel zien je, <laughs> ja. Uh, wat ik wel jammer vind, is dat het uh, naar uitziet dat er uh, nog steeds... Uh, de oude Lightning-aansluiting op de iPhones behouden blijft. En ik, uh, ik zit al jaren zit ik te zeuren hierop. USB-C wordt de standaard en moet zelfs door de Europese Unie afgedwongen worden. Uh, Apple had best wel daar een keertje in het innovatievere kant mogen laten zien. Maar het en, is nu dus al bekend dat dat er niet op zal nee, zitten. Nee, het is nog steeds lightning. Vanaf volgend jaar zijn ze het verplicht. Oh, het is door de nu nog even. dus ze gaan het nog even niet doen. Ja, dus gaan ze nog even die koe tot de laatste druppel melken. Ja. Uh, het, zo ziet het er naar uit. Het zou misschien kunnen dat ze, dat ze gaan verrassen en opeens USB-C op, uh, op iPhones uh, gebruiken. Ja. Maar het ziet er niet naar uit. En waarschijnlijk ook de, de nieuwe AirPods, AirPods Pro die aan zitten te komen. Die gaan ook nog die, uh, die aansluiting houden. Ja, dus als, het, als uh, ze mij willen verrassen met de aansluiting, dan komt de mini-jack weer terug. Ja. die verrassing blijft, denk ik. Uit. Ja, dat, uh, daar ben ik nog steeds groot voorstander van. <laughs> nou, jij niet alleen. <laughs> maar ja, dat, uh, dat is gewoon jammer. Ik, ik hoop nog steeds stiekem dat, uh, dat Apple gaat verrassen. Want bijvoorbeeld op MacBooks is usb uh, c natuurlijk standaard al aanwezig. Uh, Apple is niet, niet vies van de aansluiting, maar verdient gewoon een hele hoop geld aan. Uh, het aan komt nu de even Lightning goed uit omdat er nog niet op te zitten. Ja, ja, dus ik hoop stiekem dat innovatie boven geld komt. Maar ik vrees het ergste. In plaats van de Vraag van de Week hebben we het deze keer over id.nl. Want er is nogal wat aan de hand. Computerid.nl, dus de website van het blad Computerid, is uh, sinds eind vorige week, uh, eigenlijk offline, is vervangen door id.nl. Dat zat er al een tijdje aan te komen, maar het tempo waarin heeft zowel de redactie als uh, de bezoekers enigszins uh, verrast. Dat het toch allemaal uh, wat sneller dichterbij kwam. En het is inmiddels live. Even een, een toelichting van uh, wat eraan vooraf ging. De website van ComputerID viel bijna uit elkaar. Het viel niet meer bij te houden, niet meer te patchen. Verouderde de software en dat begon niet alleen uh, vervelend te worden in het gebruik. En toen stonden we voor de keuze: gaan wij uh, dit, uh, deze site weer helemaal up-to-date maken? Of is het tijd voor iets anders? En er is gekozen voor dat laatste om te verbreden en het nieuwe merk ID.nl. volgt uh, uh, ComputerID op. En Vult het ook aan. Ja. Jij kan ja, wat, er, er, er uh, anders over vertellen, hè, Joris. Ja, zeker. id.nl wordt een beetje onze uh, ons nieuwe, uh, nieuwe online site, waarbij eigenlijk alle, al onze computermerken komen daar, daarin samen. En op die manier zitten we niet meer zo gebonden aan het computerdomein, wat, we, ja, wat vooral in de jaren 90, begin 2000 onze titels zo enorm groot heeft gemaakt. Maar dat, uh, dat speelt gewoon wat minder. Het, uh, het technische domein is veel groter dan alleen computers geworden. Natuurlijk smartphones, maar ook bijvoorbeeld elektrische auto's. Het is uh, mobiliteit, maar gestuurd door computers. En daar valt zoveel uit te leggen, zoveel te vertellen. Uh, het gebied van duurzaamheid en energie. Ook op dit gebied uh, gaat het uh, hand in hand met tech. Dus eigenlijk wordt idee.nl het domein van tech. En uh, het computer-elementje, dat houden we natuurlijk nog vast, want daar zijn wij het allerbeste in. Ja. Maar op deze manier kunnen we het gewoon veel breder hebben over alle zaken die hier nog bij horen. ID.nl uh, steunt op de bijdrage van Computer Totaal, Computer ID, tips en trucs en PCM. Ja, dus, ja, we dus bundelen uh, de krachten om onder een gezamenlijke nieuwe vlag wat toekomstbestendiger te zijn en je beter te informeren over wat er nu in technologie speelt. Ja, dezelfde medewerkers uh, die, uh, die je gewend bent, dus ook dezelfde redactie, maar ook uitgebreid met, uh, met extra medewerkers, extra kennis om gewoon. Een breder manier te, te kunnen, je van goede informatie te kunnen voorzien? Ja, nou ja, dat is. Uh, de ambities zijn groot en uh, nou, de verandering ook. Dus uh, iedereen die daar ook nog even mo aan moet wennen, uh, waaronder ik zelf trouwens, uh, het, helemaal niet raar, want het is nogal een, een verandering. Maar deze verandering moest er wel uh, aankomen. Uh, voor de, alle duidelijkheid, uh, de bladen uh, die blijven gewoon uh, uitkomen. Dus uh, computer idee. Die blijf je gewoon uh, als je abonnee bent krijgen. En die blijft ook gewoon in de winkel te koop. Ja, hetzelfde geldt voor computertotaal en tips en trucs. Ja, dus geen paniek. <laughs> het is uh, de online verandering. En uh, nou ja, die, uh, hopelijk dat we je uh, daarmee uh, een dienst bewijzen. We zijn er nog, maar dan met een nieuw vlaggetje erbij. Dat is het eigenlijk. In verband met uh, deze wijzigingen uh, onder andere uh, is de volgende aflevering pas 22 september. En die podcast zal dan onder de naam. ID.nl. Ja. ID.nl uh, plaatsvinden. Dus uh, je kan blijven afstemmen. Want we blijven hem gewoon ook plaatsen op waar je nu luistert. Uh, en hoe we dat in de toekomst uh, gaan doen. En waar we hem dan neerzetten. Dat uh, zullen we nog even moeten uitzoeken. Maar daar nemen we nu even de tijd voor. Dus uh, even twee weken pauze en geduld voor de volgende aflevering. Maar vooralsnog met Martijn, met mij en Mark Gamble gewoon weer in de studio. Ja, nee, niet alle veranderingen tegelijk. Nee, dus, niet, niet te veel. Nee. <laughs> Dit blijf ik nog jaren doen. Dit was... Podcast aflevering 32. Nou ja, hartelijk dank voor het luisteren iedereen en Joris. Nou ja, alvast tot de volgende keer. Tot idee.nl en bedankt voor het luisteren allemaal. Deze podcast werd je aangeboden door NordVPN. Jouw toegang tot een veilig en anoniem internet.